Goedemorgen, dames. Daar zijn we weer. Ik ga even mijn beeldscherm hier goed zetten, zodat ik jullie ook mee kan lezen. Nou, gisteren wilde het niet zo lukken, hè? Dat met z'n tweeën live gaan, dat gaat even niet. Daar heeft Facebook denk ik het een en ander aan veranderd. Dus daar moeten we nog even technisch uit gaan vogelen hoe dat allemaal werkt. Dat komt vast wel weer. Dus ik ga vandaag gewoon eventjes zelf een kaartje met jullie maken. Ik ga even iedereen taggen. Kijken of dat nog wel eventjes lukt. Ja, die lukt nog. Zo, dan kan die weer eventjes opzij. Nou, we hadden netjes alles voorbereid gisteren, deze en ik, maar mocht niet baten. Dus we gaan vandaag even in de herkansing, dames. Vrijdag komt de nieuwe Kraftlab collectie bij ons binnen. Ja, donderdagmiddag moet ik eigenlijk zeggen. Dan gaan we het ophalen bij Studio Light. Je kunt dus ook in deze tikkie weer bestellen voor je tikkiemandje. Wij beginnen namelijk donderdagmiddag met de tikkiemandjes vullen met de nieuwe Kraftlab. Er is echt superveel in pre-order besteld. Dank je wel daarvoor. Dus vrijdag gaan we die mandjes verwerken. Vanaf vrijdag mogen we uitleveren. En vrijdag ligt dus ook de nieuwe collectie in de winkel. En vrijdag dan geven deze en ik samen een demo in de winkel. Dat is weer een creativity demo. Kun je lekker boven aanschuiven. We hebben de airco natuurlijk aan. Kopje koffie, kopje thee staat voor jullie klaar. Wat lekkers erbij. En dan kun je lekker inspiratie opkomen doen. Joyce is er vrijdag ook. Bij Joyce mag je aanschuiven voor een gratis make and take met Copix. Wat je gaat kleuren laat ik jullie zo ook eventjes zien. Nou, ik doe even een slokje ondertussen. Ik heb al een bakje erbij. Ga ik eerst even door de nieuwe release, dames. En dan laat ik ook meteen wat kaartjes zien. Dan kun je nu nog gewoon op tijd bestellen, zodat je het ook met het weekend natuurlijk in huis hebt. Wat gaat er allemaal nieuw uitkomen? We krijgen als eerste weer een nieuw peperpetje, dat is deze. Merry and Bright heet die. Ik heb lekker klassieke kerstkleurtjes gebruikt. Ik heb in de mijne natuurlijk al geknipt. Het blokje Merry and Bright, dames, die is €7,99 als je die wilt bestellen. En ik ga zo meteen aan de slag met deze nieuwe Words XL stans, dus dat is een grote stans met letters. Merry and Bright. Er zit ook een stans weer omheen om te matten, vind ik zelf altijd wel mooi. En ik heb zo'n groot N-teken heb ik erbij gemaakt. De stans Merry and Bright, die is €11,99 als je die wilt bestellen. Nou, verder komt natuurlijk eind deze week onze Olaf komt uit. Ons nieuwe Friends vriendje. Verschillende sneeuwpopjes kun je er weer maken. Ik zal hem ook zo even in wat voorbeelden laten zien. Ja, het lukte gisteren niet, Truus. Facebook heeft weer van alles veranderd. Dus we gaan in de herkansing vandaag. Olaf, het sneeuwpopje, dames, die is €12,99. Kijk, deze leuker, die heeft Mirte al gemaakt. Kijk eens hoe leuk. Ze heeft er een shaker van gemaakt. En hier zit Olaf natuurlijk ook op. Wat heeft ze hier nog meer bij gebruikt? Die heb ik hier ook nog klaarstaan. Ze heeft bij dat kaartje heeft ze ook de nieuwe Essentials mallen heeft ze gebruikt. We krijgen een nieuw hekje deze maand. €7,99 en we krijgen een stans met van die mooie ranke dennenbomen. Kijk, die heeft ze hier ook achter het hekje heeft ze die gebruikt. Deze zijn allebei €7,99 als je die wilt bestellen. En als basis heeft Mirte onze nieuwe vierkante mal gebruikt. Nested Squares heet die. Of je zegt gewoon de vierkante stans als je hem wilt bestellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verschillende stansen krijg je. De buitenste maat, dat vragen jullie meestal. Ik denk dat het 14,5 is. 15 centimeter is de buitenste maat. Dus daar kun je ook eventueel een mooie vierkant kaart mee maken. De Nested Squares, dames, die gaat €19,99 kosten. Ja, en ik zie Sandra, die heeft toch
geen keus gemaakt die zegt ik ga gewoon voor het hele pakket. Dat kan ook, hè, dames. Bestel je alle nieuwe artikelen van deze maand, dan zeg je ik wil graag de combi deal Kraftlab. En dan gaat er 15% korting gaat er vanaf. Nee, Ria, wij moeten eerst uit gaan zoeken hoe dat samen live gaan werkt. Want er is helemaal veranderd in Facebook. Dus dan moeten we eerst helemaal gaan proberen en kijken of het weer lukt. De Nested Squares, dames, die is €19,99. Kijk, dit is ook leuk. Deze heeft ook Mirte weer gemaakt. Met die Nested Squares, kijk, die stand trouwens ook zo'n leuk geschulpt randje. Hier kun je dus ook weer een soort passepartoutje mee maken. Als je het kleinste vierkantje dan gebruikt, maak je een passepartout. Hier ook weer de boompjes achter. En onze Olaf die natuurlijk even gedag komt zeggen. Nou, hier nog een leuk kaartje met Olaf. Trouwens ook leuk om hem in een beetje in een ivoorkleur te doen. Dat kan natuurlijk ook. Printje op de achtergrond met die lampjes. Dat is ook weer ons nieuwe paperpadje. Het paperpadje Merry and Bright. En deze is ook leuk, want er komt een nieuwe stempelset ook uit deze maand. Die ga ik jullie ook even laten zien. Dat is deze set. En die heet Lichtpuntjes. Mooie teksten zitten erop, in het Nederlands natuurlijk, want daar hebben jullie het liefst. Kleine cadeautjes die je in kunt kleuren. Een boom en dan twee tetjes in kerstsfeer. Deze kun je dus ergens overheen laten piepen. Oh, kijk, hier, Mirte heeft hem hier zo achter de boom uit laten komen. Dat heeft ze ook met maskeertape gedaan. Dat is ook een goed idee, hè? En hier dus tetje met de kerstmuts op. Ik zal het aan de achterkant nog even laten zien. Deze stempelset, die heet dus Lichtpuntjes. En die kost €10,99. Kijk, en het leuke is van die teksten wat ik bedacht had. Die teksten kun je in verschillende kleurtjes kun je die over elkaar heen stempelen. Dus gezellige feestdagen, kerstknuffel, lichtpuntjes, magische kerst. En voor de kleurders kun je hier natuurlijk lekker mee kleuren. Dus je hebt twee verschillende lettertypes. Die grote, dikke en dan dat handgeschreven lettertype. En die teksten kun je dus met elkaar combineren. Nou, dit is nog een leuk kaartje wat Mirte er ook... Oh, deze heeft Whitley gemaakt. Dat is ook een hele leuke. Kijk eens, die is ook al met de nieuwe stand Merry and Bright aan de slag gegaan. En ze heeft dus de stand om te matten. Ik zal de man nog even laten zien. Heeft ze dus een opening meegemaakt. Mika erachter en zo heeft ze er een shaker meegemaakt. Dus dit is die leuke Merry and Bright. Kun je dus ook weer op verschillende manieren gebruiken. En hier schutmateriaal in kerstthema erachter. Deze printjes komen ook allemaal weer uit ons nieuwe paperpad. Met lekker klassieke kerstkleurtjes. Merry and Bright heet het paperpadje. En hier heeft Whitley dus ook weer ons nieuwe beertje Ted ingekleurd. En die is echt super schattig. Bij Joyce mag je hem vrijdag ook komen kleuren. Dus vrijdag in de winkel een gratis make and take met Joyce. En dan mag je lekker Tedje in komen kleuren. Kijk, hier zit het andere Tedje weer op. Dit is trouwens een wat kleiner kaartje gemaakt door Whitley. Als je dus gewoon niet de grootste maat, maar een wat kleiner maatje gebruikt. Zoals hier. Dan kun je er dus ook een kleiner kaartje mee maken. Nou, die Nested Squares, nieuwe basismal. Ik ben er blij mee. €19,99 kost die. Ik ga deze kaartjes even opzij leggen. Ik laat toch ook nog even die stiften zien, dames. Want die worden gewoon al superveel in pre-order besteld. Dus wel een artikel voor volgende maand. Dus deze die komen pas medio augustus komen die uit. Er zijn natuurlijk heel veel mensen en heel veel klantjes bij ons die met Copics kleuren. Voor de mensen die, aan wie dat niet besteed is, een Copic is natuurlijk toch €6,99 per stuk. Gaan we alcoholmarkers brengen onder Kraftlab. Ik ben daar echt super trots op. Ik ben daar heel blij mee. We maken setjes van drie. Drie op één volgende kleuren waar je dus mee kunt blenden. En de eerste zes sets die komen dus half augustus. En een setje gaat kosten drie stiften voor €4,99. Dus dat is natuurlijk echt een knalprijsje. Denk je van, nou, ik wil al die zes die sets tegelijk shoppen. Die mag je nu al in pre-order ook voor je mandje bestellen. Dat gaat natuurlijk niet in de mandjes van deze week mee. Maar dan half augustus. Zes sets met alcoholmarkers. Dus zes keer drie stiften. €4,99 voor één setje. Shop je ze alle zes tegelijk, gaat er ook nog 15% gaat er vanaf. Dus dat zijn de nieuwe alcoholmarkers. Maar daar komen we binnenkort natuurlijk uitgebreid op terug.
En daar gaan we genoeg mee laten zien. We gaan eerst naar de collectie die natuurlijk nu uit gaat komen. Want dat is al over een paar nachtjes, dames. Nog een paar nachtjes slapen. Ik heb er zin in. Ik vind dat toch iedere maand weer een feestje als de nieuwe Kraftlab release uit gaat komen. Nou, ik zei het al. Ik ga vandaag dus werken met de nieuwe Words XL stans Merry and Bright. En ik had het jullie laten zien. En er zitten ze ook een stans achter om te matten. Daar had Whitley onder andere weer een shakerkaart meegemaakt. Ik vind het ook altijd tof als je hem gewoon twee keer stanst. En hem een beetje laat verspringen op deze manier. Kijk, dan lijkt het net of dat je er een schaduwtje achter krijgt. En daarom doe ik ook altijd, als ik nieuwe paperpads maak voor Kraftlab, doe ik ook altijd effen papier erin. Dus je hebt hier zowel printjes, maar dan in dezelfde kleuren heb je dus ook effen. Ik ga dadelijk ook gnomies maken. Ik heb namelijk Carlos, onze gnoom, weer even van stal gehaald. Kijk. En dan kun je dus ook de poppetjes of de friends die, dus kun je in dezelfde kleuren maken, passend bij je designpapier. Dan krijg je altijd een goede match. Dus het paperpadje Merry and Bright, dames, die is €7,99. En de stans Merry and Bright, die is €11,99. Die grote Words XL stans. Nou, dan gaan we hem even een beetje laten overlappen en aan elkaar plakken. En als je zo'n toffe grote tekst hebt, dames, ja, dan heeft je kaartje vaak verder niet zoveel nodig. Want dan ben je eigenlijk al een heel eind op weg. Dus ik doe gewoon hier en daar zo een beetje lijm op aan de onderkanten. Want daar ga ik mijn gekleurde tekst tegenaan plakken. Ik heb hier dus een printje gekozen met een streepje. Uit het nieuwe paperpad. Kijk, en dan zetten we hem zo een klein beetje vast. En dan zul je dadelijk zien hoe leuk het is als je dat op een witte ondergrond doet. Kijk, zie je? Dan knalt hij er lekker uit. Dus ik ga hier even wat foompjes achter zetten. Nee, ik kan hem eigenlijk wel gewoon zo plat erop plakken. Beetje lijm erachter. Dit zijn natuurlijk allemaal een beetje dunne lijntjes. Dus ik lijm natuurlijk altijd met mijn Dutch Doobadoo lijm. Die tubes zijn €3,99. Als je denkt, die wil ik nog graag in mijn mandje erbij. Ik ga hem een beetje schuin plakken. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit, maar ga ik nu wel doen. Nou, en ik gebruik hier natuurlijk als basis, dames, die Stitched Slimline. Die kennen jullie wel, hè? Die heb ik hier nou niet meer bij de hand. Ik denk, nou, die hoef ik niet meer te laten zien. Ik denk dat de meeste van jullie die Kraftlab een beetje volgen, dat die hem ook al wel hebben. Kijk, zie je leuk, hè? Merry and Bright. Met een schaduwtje erachter. En dan ga ik hier onze eerste gnomie aan de ene kant even doen. Dat doe ik wel met een foamtapeje erachter. En dan gaan we zo meteen aan de andere kant gaan we nog een zittende Carlos maken. En dan heb je eigenlijk heel snel een heel leuk kerstkaartje gemaakt. Ik kan me voorstellen dat je veel kaarten moet maken. Dan wil je misschien soms ook een beetje gas geven. Ja, die nagels die zijn aangepast bij het papier inderdaad, Sandra. Ik denk er komt een nieuw paperpad aan. Dus dan gaan we daar de nageltjes maar even op aanpassen. Kijk, zie je hoe leuk het is? Als je dus die Carlos maakt in de bijpassende kleurtjes van het designpapier. Nou, ik had nog een Carlosje natuurlijk klaargelegd. Die gaan we even in elkaar plakken. Die is niet zo heel ingewikkeld, dames. Wat ik altijd als eerste doe, is dat ik zijn mutsje op de baard plak. En dan doe ik toch heel vaak zijn snorretje met een heel klein stukje foamstrip, want dan komt hij net iets hoger. En dan plakken we daar natuurlijk dadelijk het neusje weer op. Het wordt trouwens weer warm vandaag, dames. Ik vind het altijd grappig als wij kerstkaarten aan het maken zijn. En dan ga je op de snor. Daar plak je dan het neusje op.
En het neusje, we hebben natuurlijk van Studio Light hebben we ook zo'n blok blushed, hè? Die kennen jullie wel. Oftewel dat Frankie blok die we altijd hadden. Met die roze tintjes. Er zit eigenlijk ook wel genoeg in wat je als huidskleur kunt gebruiken. Kijk, en dan heb je zo zo'n kopje gemaakt. En dan doe je het kopje natuurlijk gewoon weer op zijn lijfje. De armpjes, die ga je eraan vastplakken. Ja, ik heb dadelijk in de winkel ook nog leuke kaartjes voor jullie, dames. Ik heb namelijk een hoop gemaakt de afgelopen dagen. En dat staat natuurlijk allemaal al in de winkel klaar. We zijn ook straks lekker weer open, hè, vanaf... Nee, we zijn niet open. Het is dinsdag. Ik wil de week wel heel snel laten gaan. Morgen zijn we weer open, van 10 tot 3. In de zomervakantie blijft onze winkel ook gewoon open, hè. Gewoon woensdag tot en met zaterdag. Van 10 tot 4 iedere dag. Ik ga even zijn handjes eraan plakken. Kijk, en als je hem nou zittend wil maken, dit zijn natuurlijk die beentjes. Dan steek ik die benen gewoon aan de zijkant uit zijn trui uit. Ja, alle pre-orders, Sandra, liggen vanaf vrijdag liggen die klaar. Dus donderdagmiddag krijgen we Kraftlab binnen en dan gaan we alle pre-orders verwerken. Dus vanaf vrijdag kun je het ophalen. Kijk, zo doe je die benen gewoon naar de zijkant. Dat is ook grappig. En dan gaan we de laarsjes nog even eraan maken. En dat geldt ook voor alles wat je dus in de tikkie hebt besteld voor afhalen, dames. Dan kun je natuurlijk met, als het Kraftlab is, een nieuwe Kraftlab, kun je ook gewoon... Vanaf vrijdag kun je dat allemaal ophalen. We zorgen dat dat donderdag allemaal klaargelegd wordt. Het mag ook vanaf vrijdag pas de winkel in. Kijk, en zo hebben we een zittende Carlos gemaakt. Een Carlos in de spagaat, zou ik bijna zeggen. Kijk, en dan kun je deze ook gewoon zo weer heel leuk hierbij plakken. En dan matcht het weer helemaal met je Merry and Bright tekst. Sandra, de pre-orders mogen we dus ook vrijdag pas versturen. Vanaf vrijdag mag Kraftlab pas verkocht worden. Eerder mag helaas nog niet. Dus altijd de vrijdag is altijd de introdatum. Kijk, en dan doen we hem even zo. En dan heb je dus twee gnomies op je kaart verwerkt. Ik zal die Carlos ook nog even laten zien, want dat is ook een leuke stans. Die was al eerder uitgekomen. Met die gnoom kun je dus een jongens- en een meisjesgnoom maken. Ik heb nu twee jongens ervan gemaakt. Maar er zitten dus ook vlechtjes bij en een jurkje zit erbij. Strikjes voor in de haren. Dus dit is Carlos, onze gnoom van Kraftlab. En ik heb die dus gecombineerd met de nieuwe stans Merry and Bright. Nou, ik ga nog even de winkel in met jullie. Dat had ik jullie ook beloofd. Want daar ligt ook nog heel veel leuks lichter klaar. De doggies die liggen hier alweer helemaal voor Pampus. Of in ieder geval Leo. Zondag heb ik deze gemaakt, dames. Een heel clean en simpel kaartje. Ook leuk als je veel kerstkaartjes moet maken, hè. Maar dat nieuwe knipvelletje van Bella Lulu, die is leuk genoeg om verder niet te veel poespas erbij op te hangen. Dit is het nieuwste vel. Hij heet Wintergnooms. Met die gnomies allemaal in de sneeuw en dan wat leuke Engelse teksten erbij in zo'n handlettering font. Het knipvelletje is natuurlijk €1,99. En ik had natuurlijk op de achtergrond de nieuwste mallen van Marianne gebruikt. Die ronde cirkelstans, daar hebben ze nu een uitbreiding bij gemaakt. En dat is deze Craftables mal. Dat is een ronde stans die je dus kunt embossen met sneeuwvlokjes. En die kun je dus weer in die ronde cirkelstans doen. Deze ronde met de sneeuwvlokjes, die is €9,99. En dit is die ronde stans Let It Snow. En die is €12,99. Als je denkt, nou, ik vind Let It Snow niet zo leuk. Ik ga liever voor klassiek kerst. Dan hebben we hem ook met de tekst Merry Christmas. En dan is die ook €12,99.
Nou, dat kan natuurlijk ook allemaal nog mee in je mandje als je dat leuk vindt, hè, dames. Kijk, en zie je hoe leuk dat sneeuwachtergrondje is? Super simpel kaartje. Lekker snel klaar. Als je er veel moet maken, hoef je alleen maar lekker gnomisch voor de buis lekker te gaan knippen. En dan kun je aan de slag. En dan heb je dus zo in een handomdraai een hoop kerstkaartjes gemaakt. Ik laat jullie alvast even de spotlight zien van aanstaande zaterdag. Want die vliegt er ook al uit bij ons. We hebben weer een artikel. Even kijken, want de reacties gaan een beetje vertraagd, zie ik. Maar ik probeer even mee te lezen bij jullie. Ja, nu lopen ze weer door. Deze alfabetstans van Marianne, die hebben we aanstaande zaterdag in de spotlight. Maar hij mag nu al verkocht worden. Iedere zaterdag lichten we een artikel uit. Dat doen we sinds een paar weken. Dat is echt een hit aan het worden. Afgeprijsd met 50% korting. Van €14,95 voor €7,50. Dat is deze alfabetstans. En Anouk had er al wat leuke kaartjes mee gemaakt. Kijk eens, je kan dus met dat alfabet een soort slinger maken met een tekst die je zelf wilt. Hier het woordje kerst. En kijk, als je een ander soort kaartje wil, hier heeft ze bijvoorbeeld het woordje proost, heeft ze hier gemaakt. Ook superleuk, dus je maakt daarmee je eigen teksten in de vorm van een slinger. Dus het alfabet is afgeprijsd van €14,99 voor €7,50. Die spotlightartikelen zijn altijd tijdelijke artikelen. Ik zal jullie ook... dit zijn inderdaad oudere artikelen, Wilma. Maar daarom kunnen wij ze lekker goedkoop inkopen voor jullie. En jullie houden altijd van koopjes, hè. Dus wij vinden het ook leuk om jullie koopjes aan te kunnen bieden. Dit was de spotlight van vorige week. Die gaat er van de week weer af. Er komen er nog een paar aan. Dus als je die nog wilt bestellen, dat kan. Afgeprijsd van €7,99 voor €3,99. En deze die heet Woodland. Dus dat is een randstans met van die leuke boompjes. De Woodlandstans van €7,99 voor €3,99. Hoe heb je dat elfje gemaakt? Dat elfje is een stansmal van Marianne. Dit is een kaartje, dat heb ik niet gemaakt, maar dat heeft Anouk gemaakt. Dit zijn alle kaartjes van de demo van Anouk van afgelopen zaterdag. En dat elfje, dat is deze collectible stans. En die is €13,99. Kun je verschillende soorten elfjes kun je daarmee maken. Dit was dus het andere kaartje wat Anouk ermee had gemaakt. De fles champagne en de wijnglazen die hier in de handjes zitten bij het beertje. Dat is ook een nieuwe stans uit de laatste release van Marianne. En dat is deze. Een creatable stans met wijnglazen. Een champagne glas, champagne fles en een fles met wijn. Dat is ook dus een nieuwe. En wat heel leuk is, kijk, Anouk doet dat dan heel vaak als ze een fles of een glas maakt. Combineert ze perkamentpapier met spiegelkarton. Dus hier zie je goud met perkament of eigenlijk vellumpapier gecombineerd. Nou, dat vellum dat heeft Marianne in pakjes A4. Dan zit er 5 vel in. En dat is €3,99. Even kijken of het spiegelkarton er nu nog hangt in goud en zilver. Ja, kijk, dit is het metallic papier in het goud. Dat is van Marianne. Dan heb je 5 vel goud spiegelkarton. Ook voor €3,99. En je hebt van Marianne, dan heb je deze. Die goud heb je ook in het zilver. Maar ze heeft het ook in glitterkarton. Dat is volgens mij ietsjes duurder. Dus dat is het goud en het zilverkarton. En dan heb je dus ook het perkamentpapier die ik net liet zien. Die zit ook per 5 velletjes A4. Ook voor €3,99. Nou, het beertje dat Anouk op dat kaartje had gebruikt. Kijk, dat is het klassieke Eline-beertje. De Eline-ijsbeer is dat. €13,99 kost die. Daar zit trouwens ook die grappige sjaal bij. Die sjaal kun je alle kanten op laten vliegen. Kijk, daar heeft ze op dit kaartje heeft ze dat ook gedaan. En de basis voor dit kaartje, dames, dat is ook een nieuwe stans van Marianne. Dat is een nieuwe mini-slimline-stans.
En dat is deze, de mini slimline stans met de postzegeltjes. En dan kun je dus zelf allerlei paspartoutjes kun je daarmee maken. Net wat je zelf leuk vindt. Kijk, hier had ze dus ook een paspartoutje gemaakt. En daar heeft ze dat elfje dus uit laten piepen. Maar hier heeft ze weer een beetje een klassieker kaartje gemaakt. Met 2 glazen rode wijn. Dat is die stans die ik jullie net liet zien. De creatable stans. Met de fles en de glazen. Kijk, en doe je hem in het rood gecombineerd met spiegelkarton. Dan lijkt het weer net een fles met rode wijn, hè? Geniet van uw pensioen. Proost. Dat is ook een nieuwe stempelset die afgelopen week uitgekomen is van Marianne. Ze hebben dus een mooie set gemaakt met allemaal teksten waarin iedereen aangesproken wordt met u. Want het is meestal je en jij. Even kijken. Winterwensen voor u, een bloemengroet voor u, de beste wensen voor u. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Van harte gefeliciteerd met uw jubileum. Geniet van uw pensioen, heet deze stempelset. En die is €8,99. Elvis heeft ook wel eens een mutsje op en een sjaaltje. Het sjaaltje van Elvis, die zit bij de Elvis-stans. Elvis is onze pinguïn van Kraftlab Sema. En dan hebben we nog een andere set. Dat is deze, dat is de opbouwkerstboom. Daar zit ook een kerstmuts bij. En dat is deze set. Marjolein, als je vragen hebt over weborders, dan mag je even een e-mail sturen. info@noorenzo.com is ons e-mailadres. Even je vraag en je ordernummer erbij zetten, want de goodiebags Fun in the Snow die zijn allemaal al verstuurd. Dus dan kijkt Jeroen het even voor je na waar die uithangt. En dan krijg je een berichtje. Maar ik kan in de Tikkie Live geen vragen over weborders beantwoorden. Want ik kan natuurlijk nu niet inloggen. Dus dat gaat niet. Nog meer leuks van Anouk. De stans van de klaproos. Daar had ik zelf vorige week al een kaartje mee gemaakt. Hè? Die hebben jullie gezien. Ik had het op kleur gemaakt met inkt. Anouk heeft het gewoon lekker met rood cardstock gedaan. Zoals je hier ook ziet, een bosje bloemen of in een gieter. Ik zal die gieter zo ook even laten zien. De stans van de klaproos, dames, die is €10,99. En die kun je natuurlijk weer combineren met deze stans van het varenblad. Kijk, die had ik hier ook met Harmony inkt op kleur gemaakt. Hier heeft dan ook het gewoon uit cardstock gedaan. Dat kan natuurlijk ook om even het verschil te laten zien. Het varenblad is ook €10,99. Kijk, en dit is ook wel leuk. Anouk heeft hem hier ook in een gietertje gezet. En dat gietertje heeft ze ook weer gestanst uit zilverkleurig spiegelkarton. En dit is de creatable stans van de gieter. Kun je natuurlijk allerlei bloemetjes kun je daarin zetten. Net wat je zelf leuk vindt. Die hebben we ook nog een paar over. En we hebben deze maand ook een nieuwe creatable stans van een blaasbloem. En dat is deze. En daar heeft Anouk ook echt een super chic kaartje meegemaakt. Kijk eens hoe tof dat die blaasbloem is. We hadden hem natuurlijk van Kraftlab. Was hij toen mega snel uitverkocht. Maar Marianne heeft er nu ook één. Dus dit is de stansmal van de blaasbloem. Die is ook €10,99. Kijk, en zien jullie die hele mooie transparante druppels op dit kaartje? Die maakt Anouk met deze pen. Nee, dat is de verkeerde. Dat is de Effect Snow. Deze glossy pen van Studio Light. Beetje troebel als je het aanbrengt. Hier kun je dus zelf pareltjes mee maken. En die drogen dus transparant op. En de glossy pen van Studio Light die is €4,99. Kijk, daar kun je dus mooie fijne pareltjes mee maken. Hè? Zoals Anouk hier gedaan heeft. Ook leuk om op bloemen te doen. En denk je van nou, dat is me allemaal te veel gedoe. Dan hebben we ook die kant-en-klare pareltjes. Die zijn van Dress My Craft. Dit zijn die minis. En die plak je dus gewoon met je Dutch Doobah Doo lijm gewoon rechtstreeks op je kaartje. En die mini pareltjes van Dress My Craft, de transparante parels, die zijn €3,99 voor een zakje. Ja, en wat ik dus zei, de glossy pen, die is €4,99. Kun je dus zelf je pareltjes mee maken. En nagelang hoe hard dat je dus drukt op je pen, kun je dus grote of kleine parels maken.
Hier zie je ook een beetje verschil bij Anouk. Dus de blaasbloem, 10,99, kan voor een condoleancekaartje, hoeft natuurlijk niet per se. Die tekst veel sterkte die ze daar had gebruikt, die zit ook weer in deze stempelset. Geniet van uw pensioen. Nou, dan heeft Joyce natuurlijk nog veel leuks gemaakt afgelopen week in haar live. Het was lang geleden dat ze live is gegaan. Ze kan daar natuurlijk gewoon supergoed. Dus vrijdag is ze er weer live. Ik heb net al gezien wat ze gaat maken. Is echt de moeite. Vrijdag 9:30. We hadden voor jullie een goodiebag gemaakt met de nieuwe silhouet stempels van Marianne. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5 stempels. Afgeprijsd van 41,99 voor 34,99. Kijk, en die stempels die zijn echt poepie chic zijn die. Die zijn los 4,99, hè Joyce? Die stempels van Marianne, toch? 6,99 zijn ze los. Dat kan ook, of je maakt gebruik van de combi deal. Ik geef even de nummers. 0898. Dat is deze blaasbloem. Dit is de tweede stempel, 0914. Dit is ook als je zomaar een klein beetje in wilt kleuren. Dat is ook voor iedereen wel te doen, denk ik. 0915 is deze. Dit is ook een mooie tak. Kijk eens. Dus die kun je ook los bestellen. 0900. Dit is ook een toffe. 0899 is deze. En hier heb je ook nog zo'n soort varenblad. 0913. Dus je kunt ze los bestellen of je bestelt de 6 stempels als combi deal. Als je denkt, nou ik wil daar lekker mee aan de slag. Van 41,99 voor 34,99. Hier ligt nog veel meer moois wat Joyce heeft gemaakt. De mask en zo, die komen allemaal weer binnen. Joyce heeft vorige week een video voor jullie gemaakt met een resist techniek. Met Harmony inkten en met resist spray van Ranger is die. Nou, die resist spray die komt ook vandaag weer binnen, dames. Dus 9,99 als je een flesje resist spray wilt bestellen. Harmony inkten blijven in de winkel en in de tikkie nog eventjes in de reclame. 5,99 kost een stempelkussen. Het is 5 halen, 4 betalen. Dus dan mag ook voor je tikkie mandje, dan geef je even de kleurtjes aan ons door. En dan zorgen wij dat het in je mandje komt. Nou, er komt nog weer een grote vracht binnen vandaag. We hebben natuurlijk heel veel verschillende kleurtjes. Die kun je ook terugvinden in onze webshop. En we hebben ze in de Tikkie Live al heel vaak laten zien. Dus misschien weet je inmiddels welke kleurtjes dat je wilt. Dan gooi je het er even in en zorgen wij dat die aanbieding in je Tikkie mandje komt. Deze had ik jullie ook nog niet laten zien, dames. Ik had voor de Instahop van gisteren, had ik dit kaartje gemaakt. Want we hadden gisteren in de Instahop, hadden we het nieuwe knipvel circus hadden we in de spotlight. En dat is deze. Die past natuurlijk ook weer bij de circuscollectie van Dutch Doobadoo. Nederlandse teksten zitten erbij. Het is feest in de tent. Het circus komt eraan. Alle ballen in de lucht. En samen maken we er een feestje van. Dit knipvel is 1,99. En toen ik aan het circus dacht, ja, toen moest ik toch echt meteen aan een caravan denken. Dus die circusdirecteur, die moet natuurlijk ook ergens slapen, hè, dames. Dus ik heb er een caravan kaartje van gemaakt. En dat heb ik gedaan met de caravan van Marleen. En dat is deze. Volgens mij uit mijn hoofd is die 14,99. Kijk, er zitten ook allemaal van die leuke gordijntjes en zo zitten erbij. En een deurtje en het wiel en de trekhaak. Alles zit erbij. Kun je natuurlijk ook weer in alle thema's kun je dat doen. Nou, dat kan natuurlijk voor een vakantiekaartje. Maar ik dacht, ik maak er lekker een circuskaart van. En dan laat ik die circusdirecteur uit het raampje piepen. Antoinette, gisteren waren er technische problemen met Facebook. Dus vandaar dat we de live af moesten breken. We waren er wel, maar we moesten hem afbreken en Facebook heeft iets veranderd. Dus je kunt niet meer met z'n tweeën tegelijk live gaan. Nou, het grasje hier onderaan, die is ook van Kraftlab, hè? Dat is deze. Twee van die randstandjes voor €9,99. Zullen we trouwens straks met jou ook nog een tikkie doen, Joyce? Dan kan ik daar wel meteen vertellen. Ik weet niet wat handig is, hoe laat. Ja, moet je maar even zeggen. Na het eten, na de lunch?
1 uur of zo. Nou, Joyce doet straks ook nog een tikkie, dames. Dan is misschien die resistspray en alles ook al wel weer binnen. Dus om 1 uur is de volgende tikkie live met Joyce. We hebben nog een klein beetje over van de JMA-collectie, dames. Dan gaat het er bij ons weer uit. Dit is het blok PP97. Weet je uit je hoofd hoe duur deze blokken waren? 9,99 volgens mij. Die zijn in ieder geval 9,99. Dat is 7,99. Ja, want die zijn alweer 9,99. Oh, hier zit goudfolie druk in, dat klopt. En we hebben ook nog wat uitdrukblokken van Janine. Die gaan er ook weer uit, deze stansblokken. Dus wil je die nog bestellen, dan kun je het even in je tikkiemandje gooien. En we hebben nog een paar setjes met dat toffe organza lint. 11,99 zijn die in bijpassende kleurtjes. En deze nieuwe blokken zijn ook binnen, dames. Die zijn 9,99. Die zijn iets duurder, maar die hebben dus een goudfoliedruk. Ik zal je even de nummers geven. PP103. En deze collectie die heet Magical Christmas. Kijk eens hoe tof. PP103. Kijk, en hier zit dus die goudfoliedruk in. Dus daarom is dit papier ietsjes duurder. Kijk, zie je hoe tof? Oh, kijk, en ook hier zo overheen. Dus dat is het eerste blok. PP103 van Magical Christmas. Die is nieuw binnen. En we hebben deze, de tweede. Dus een beetje met wat meer rode tinten. Dat is de PP102. En die is ook €9,99. Ik ga er even doorheen. Kijk, zie je hoe tof. En dan heb je hier dus dat goud. Dat is foliedruk. Dat kunnen jullie zo wel zien, hè? Dus dat is die nieuwe collectie. Ik had vorige week nog even dit kaartje ook live gemaakt. Een shaker met die toffe dome card shape van Studio Live. Dat is echt een van mijn favoriete mallen op het moment. Dat is deze. €26,99 kost die. De card, de dome card shape, ik moet het goed zeggen. Kun je dus een tweeluikje mee maken of een dubbel kaartje. En ik had daarbij natuurlijk weer de Friends zee-accessoires gebruikt. Dus deze leuke mal. Van heel die zee-serie is bijna niks meer leverbaar. Dat is bijna allemaal al uitverkocht. Maar we hebben dus nog wel deze. En die is €12,99. En daar had ook Gerlinde deze leukert meegemaakt. Kijk, als je het in andere kleurtjes doet, bijvoorbeeld in pastel, krijg je weer een heel ander effect. Ook die schelpjes, die zeesterren, krapje zit allemaal in die set. Kijk, ik had hier ook meneer Krappen bij gebruikt. Dat zeewier zit in die set. De walvis zit erbij. En ik had in een filmpje laten zien hoe ik ook dit op kleur had gemaakt met de Harmony Inkt, hè, dames. Dan kun je natuurlijk allemaal terugkijken op ons YouTube-kanaal. www.youtube.com/noorenzo. Heel makkelijk terugvinden. Het blauw had ik weer gemaakt met Harmony in de kleur Parakeet. En de het zand of het strand, die had ik gemaakt met de kleur Friar Brown. En dat is deze. Dus je krijgt 5 Harmony inkt te halen, 4 betalen. Dan even de 5 kleurtjes doorgeven als je het nog in je tikkiemandje wilt. En dat was dus dit tweeluikje wat ik had gemaakt. Deze zijn ook zo schattig, hè? Kijk eens. De kaartjes van Gerlinde van Dean Duck. Dat is die toffe collectie van Find It. Dean Duck, dat is het eentje van de hand van Anna. Dat is de designer van Find It. Ik ga hem jullie even laten zien. Kijk, dat is deze. En die zijn klein, maar ze zijn ook leuk van prijs. €4,50 kost dit standje. En er is ook een hele leuke stans dus bij van een tent. En dat is deze. Die is ook €4,50. Antoinette, we gaan daar wel oplossen hoor. Maar we moeten eerst uit gaan zoeken hoe we samen live kunnen. Dus het is niet zo dat er nooit geen knutsel mee meer komt. Maar we moeten even de tijd vinden om uit te gaan vogelen hoe het nu moet. Of even de vraag bij Facebook neerleggen. Dus we hebben een tentje en we hebben Dean Duck. Die standjes zijn allebei €4,50. Kijk, hier is die ook weer op gebruik. Kijk hoe schattig. En die regendruppeltjes die je hier overheen ziet, dat is dus ook een standje. Dat is deze. Nee, dit is een beetje een sneeuwachtergrondje. We hadden ook met regen
Nee, dat is een andere. Maar deze hebben we ook inderdaad met, om een sneeuwachtergrondje te maken. Dat is de snow. Die met de regendruppeltjes moet denk ik weer binnenkomen. Bij die collectie van Dean Duck is ook een heel leuk paperpad met bijpassende achtergrondjes. En dat paperpadje die is €4,99. Dat is deze. Het paperpack heeft deze een naam. Als je gewoon zegt het paperpadje Dean Duck, dan weten we ook al wat je bedoelt. Kijk, er zitten allerlei leuke tafereeltjes in met achtergrondjes. Waar je dus een Dean Duck tafereel op kunt maken. Of je kan ook met andere poppetjes op werken. Deze is ook leuk. Kijk, die achtergrond met, dat, met die badkamer. Dan zet je daar de eentjes weer gewoon in, de, in het badje. Deze op de camping. Die heeft Gerlinde ook op dit kaartje gebruikt. Kijk, dan hoef je die caravan of die tent hoef je niet te stansen. Die zit gewoon in je achtergrondpapier. Een paar eentjes erbij en je hebt een heel leuk mini slimlijnkaartje. Dus dit is het paperpad van Dean Duck. Deze is ook leuk, hè, met die vijver. Oh, die heeft ze trouwens hier gebruikt. Kijk eens. Super schattig, toch? En ook deze, daar kun je dus ook een tafereel op maken. Deze dacht ik, daar kun je ook allemaal eentjes in het nest zetten. €4,99 voor het paperpad van Dean Duck. Nou, dat was wat ik jullie nu weer even wilde laten zien. We laten de Tiki Live nog even openstaan. Joyce is er dus om 1 uur vanmiddag weer. Dus kijk dan ook weer lekker mee, zou ik zeggen. En dan wens ik jullie voor nu een fijne ochtend. En ik zeg tot het volgende rondje. Doeg!